mijn zoon, mijn stiefzoon eigenlijk, maar het woordje stief heb ik een hekel aan, mijn zoon, David Luisterburg, is vandaag jarig. Ja, daar was ons dolfijntje weer. Daar was ze weer. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer maandag, 10 augustus. Mijn zoon, mijn stiefzoon eigenlijk, maar het woordje stief heb ik een hekel aan. Mijn zoon, David Luisterburg, is vandaag jarig. Ja, de 10e alweer. Dus ja, hij heeft van mij een kaart gekregen voor zijn verjaardag. En hij heeft nog een kaart gekregen dat hij verhuisd is. Want ja, hij heeft een nieuwe woning samen met een vriendin. Dat is helemaal leuk, geweldig en gezellig. Maar we leven vandaag dus op maandag 10 augustus. En we leven om 9:58. Waarom ik zo vroeg ben? Nou ja, mijn scootmobiel staat met een lekker achterband. Aan de linkerkant, achter. En die moet gemaakt worden, dus ik zit te wachten. Tussen 9 en 1:00 zou die komen. Ja, je kan de hele nacht thuis blijven, want vanmiddag komt weer voor mijn tuindeur. Ik hoop dat ik tussendoor nog even met Rijka uit kan. Ja, want ik kan er nou nog niet uit. Nee, want het is 9:59, het is tussen 9 en 1. Dus het beestje heb ik maar in de tuin. En ik was wel voor die tijd eruit. Maar ja, er zijn er een paar die eten willen, zoals de katten. Dus ja, daar moet je altijd meestal eerst voor zorgen. En ik was niet in orde. Ik was wat draaierig en wat misselijk. Jakkes, ja, door het weer ook. Het is zo warm steeds. Maar ja, oké, het is gedaan als zaken nemen een keer, zeg ik dan. Ze ligt nou op de bank, onze Rijka. Hé, meisje lief? Ja, hé. Het is jou te warm, schat. Rijka. Jij, schat. Ja. Ik heb even de tuin de wagenwijd open. En ook het keukenraam. Ik heb even tegen elkaar aantochten. Eeuwen heb ik. Wat kriebelt dat nou allemaal zo? Ja, ik zit haren van me af te halen steeds. Mijn eigen haar, ken je dat? Maar ik heb Ewan dit keer even achter de deur. Ik denk, dan kan die er niet uit. En dan kan ik toch alles even lekker doorluchten. Ik heb er eten in de gang neergezet. Ik doe het maar eventjes. Ja. Ik heb er ook nog niet horen mouwen. Ze liggen lekker in de vensterbank. Van mijn slaapkamer achter de gordijnen. Nou ja, laat me lekker liggen. Ja, toch? Maar oké, ja, ik heb verder vandaag niks doen dan enkel op mijn thuis zitten, maar het maakt ook niet uit met die hitte. En als iedereen geweest is, dan kan ik pas de rest doen. Ja, zoals Rijken uitlaten en tenminste tussendoor. Want vanmiddag, dat heb ik ergens gelezen, daar kreeg ik een sms'je voor. Info, noodwaarschuwingen, afspraak, hè? Afspraak, ja, die moet ik hebben. Tussen 15:00 en 16:30. Nou ja, dat is vanmiddag, dus dat is mooi, hè. Maar ik bedoel, de scootmobiel, dat kan een hele ochtend duren. Nou ja, hallo. Er zijn meerdere dingen die ik ook te doen heb, weet je. Maar ja, oké. Als het maar gedaan wordt, ben ik al blij. Dus ik hoop niet dat ik voor Jan met een kwart achternaam moet gaan zitten te wachten. Want ik heb nog geen bericht gehad, ook wel geven normaal een bericht. Kom er nou aan. Die meneer krijg je een bericht. Nou ja, dan weet je van oké. Zit je te herkauwen? Had je een vliegje in je bekkie? Dat kan, nee. Maar in ieder geval, hoeveel graden leven we? Tenminste, hoeveel graden hebben we? Even verversen. 24 graden. Nou ja, het moet nog oplopen.
Ja, dus we zullen het beleven. Het zal vandaag warmer aan gaan voelen, omdat het straks ook nogal, geloof ik, meen ik wat ik begrepen heb, bewolkt zou worden. En geen wind, plakkerig. Nou ja, dat is toch al iedere keer. En lieve mensen, ga niet met z'n allen massaal naar de stranden. Het is verdikke piek. Levensgevaarlijk met die mui en die stromingen. Gisteren was Scheveningen gewaarschuwd, hè. Ja, rode vlag uitgehangen. Nou, dat zegt toch meer dan genoeg. En dan toch het strand, de zee in. Blijf eruit. Pootje baden. Sta je knieën en verder niet. Ook al kan je zwemmen, doe het niet. Als je moet levensmoe zijn, nou ja, dan heb je mijn zegen. Dan ga je maar. Maar zeg dan eerst even tegen die reddingsmensen van laat mij maar gaan, want ik ben levensmoe. Maar mogen ze dat nog niet doen, ze moeten je toch alsnog proberen te redden. Ja, maar zorg dat je dan, als je al eruit wordt gehaald, dat je er niet meer bent. Ja, maar dat moet je enkel doen wanneer je levensmoe bent. Want wat is dat voor flauwekul? Kom op zeg, leven heeft meer te bieden dan alleen dat. Ja, leven is te mooi om je vakant te maken. Dus blijf uit zee vandaag. Ook al met die corona, alsnog is leven te mooi om je eigen vakant te maken. Blijf uit die zee weg. Ja, simpel zat. En dat is mijn klokkie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. En ik feliciteer nog mijn liefhebbende zoon. David met zijn verjaardag, ik zal hem ook straks proberen te zien te bereiken. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag. Ja, en doe het met een stralende glimlach tegen iedereen die je tegenkomt. Want dan maak je ook de verdrietige mensen weer blij mee. Ja, en tegen iedereen eventjes een vriendelijke woord. Dus ja, dat wil je toch alleen nog maar hebben, dat je... Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dus wil jij vriendelijk behandeld worden, moet je zelf al beginnen. Doe ik ook hoor. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Wanneer dan ook. Wees lief voor elkaar. Probeer het maar. Doe ik ook. Zeg het, tot later. Nou, lieve vrienden. De monteur van de scootmobiel is er eindelijk. Ik was wel een beetje in paniek, want ik zag dat de deurbel was gebeld. Maar dat kan ook natuurlijk gisteren geweest zijn. Dus we gaan eventjes er kijken. Ik hoor ook nog wat anders gaan. Want de bus die staat hier. Ja, de bus die staat hier. Dus ja, van alles en nog wat. Van alles en nog wat in die bus. Heel veel. Het lijkt wel gewoon een schuur voor fietsenmakers, laat me zeggen. Want ook fietsbanden zie ik hangen. Kleine wieltjes. Dus ja, van alles en nog wat. Ja, en meneer die zetten we de zo, hij kiepert best op mijn scootmobiel om tegen de zakken met plastic wat nog opgehaald moet worden. Maar ik krijg een mooi nieuw wieltje erin. En daar ben ik weer blij mee. Ja, ja. Ik ben een vlogster. Ook dat nog. Maar ja, het komt allemaal gelukkig goed. En daar ben ik blij mee. Ja, super, dus super. Maar dat komt wel goed. Ik ben blij mee dat hij niet los gaat. Ach jeetje. Hij wil niet los. Ook dat nog. Dat kan wel op een andere manier. Even een beetje geweld, hè? Zeggen we dan meestal. Even een, de desbetreffende sleutel die erop past. En dan maar open draaien, ja toch? Ja. Ja, waar heet die deze hele goede mensen dan voor, hè? Het zijn toppers op de weg, net zoals bij wijze van spreken. Ik noem maar even wat voor de auto's
De wegenwacht. Is dit mijn wegenwacht? Ja, ja. Of niet dan? Vind ik van wel. Hoi. Hallo. Hoi, schat. Ja, ik ben aan het vloggen. Ja, jij wilde wel op, ja. Nee, maar ik had een lekker achterband van mijn scootmobiel. Dus ja, dat moet gemaakt worden. Ja, nou ja, dan gaan wij weer naar binnen. Want lang blijven staan, dat lukt me ook. 1, 2, 3 niet. Zo. Doei, schat. Zo. Nou, dan gaan we weer gewoon naar binnen. Naar Rijka toe. Want ik was ook bezig met weer filmpjes uit te zoeken. Want ja, dat moet ook gebeuren, hè. En Rijka staat bij de keukenraam. Het is goed dat ze er niet uitspringt, want het keukenraam die staat helemaal open. O jee. Ja, ook dat nog eens een keer. En nog wat. Hij is zo geweldig mooi. Zo mooi. Ja, 4 zijn eruit. Geweldig, niet? Echt geweldig. Ja, hi kind. Ja, je bent ook geweldig, hè? Ja, je bent ook geweldig, hè, meisje? Hé, je bent ook geweldig, hè, Wifi? Joh. Denk je om mijn plant met je steurtje te kwispelen? Kom maar. Nou ja, in ieder geval doen we maar weer zo. Ja, ik ben met... weer filmpjes bezig om die weer in mappen te doen. Moet ook gebeuren. En ja, komt goed. Ik was nou bezig met het dolfijntje. Maar ja, dat is een paar dagen, het dolfijntje. Maar komt goed. Daarom, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei. Ja, de monteur die is al reeds weer naar huis. Hij kreeg de wiel er eerst niet af. Die zat muurvast. Ja, als je het gewoon met je handen wilt doen, even voor die bout losmaken, gaat het niet worden. Pak dan een sleutel erbij die erop past. En ja, dat is helemaal makkelijker, toch? Maar oké, maakt allemaal niet uit. Nee, het is in ieder geval gefixt. En hij is er al lang alweer vandoor. Ik heb Rijka alweer uitgelaten. Dan ben ik net van thuis en toen was ik zelf naar het toilet en dan ga ik een bakje koffie maken. En ik ga weer verder met filmpjes in de mappen te doen. En dan even bijkomen, want het waait wel, maar het is zo. Het is benauwd buiten, het is warm buiten. Wat is het nog meer buiten? Nou, het is niet aangenaam. Dan zit ik toch nog liever in mijn warme huis dan dat ik buiten in die warme, hete zon moet lopen. Ik ben wel blij met haar, dat is. Maar de luchtgehalte, ja, ik heb het er wat benauwd van. Dus ja, ik heb ook net even een pijnstiller ingenomen voor mijn hoofdpijn. Want die kwam opzettelijk hoog, gelijk weer naar beneden drukken die handel. Want dat wil ik niet. En dan even rustig halen, dat breekt het lijntje ook niet. Aan het einde van de dag denk ik dat ik even, ja... De boodschapjes gaan doen, ik weet niet zeker. Maar ik moet ook nog wachten op vanwege die tuindeur. Die komt ook nog vanmiddag, hè? Ja, moet ik ook omdenken. Dat ik die niet misloop. En ja, ik had ook al gebeld naar welzijn voor mijn scootmobiel. Want ik zag dat er op de bel was gedrukt. Maar ik heb vandaag helemaal geen bel gehoord. Nee, want die hoor ik, waar ik ook ben in huis, die hoor ik. Ik denk, hoe kan dat nou? Ik heb jou niet gehoord. Maar ja, nou denk ik zo. Er is gisteren eentje aan de deur geweest. Kan niet missen. Maar ja, ik was gisteren
weg. Ja. Leuk. Dus wie dat is geweest, ja, ik niet weet. Iedereen wist dat ik weg zou, dus ja. Dus ik weet het niet. Ook geen briefje in de deur, noppa. Ja. Als je aan de deur komt en ik ben er niet, doe dan even een briefje in de brievenbus. Ja toch? Dan weet ik dat jij geweest bent, dan kan ik je bellen. Ja. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit. Gedaan een zaak in een keer. Vandaag is er in ieder geval niet iemand aan de deur geweest. Want ik was eruit en ik heb geen bel gehoord. En de monteur die kwam zo zonder te bellen naar binnen. Ja, dat heb ik ook gezegd. Kom binnen, ja. Maar oké, vanmiddag dus nog voor de tuindeur. En ja, als diezelfde man weer is en die zegt weer van op slot. Nee, absoluut niet. Ik doe hem niet op slot wanneer ik gewoon binnen in mijn huis zit. Stel dat er brand aan mag breken. Hoe moet ik die deur open krijgen als ik in de paniek raak? Nee, wil je niet hebben. Maar, s'nachts als ik naar bed ga, ja, toch ook wel dom, maar dat doe ik wel op slot. Dat doe ik ook met die knippen. Maar de vorige week met die stromende regen, dat het gespoeld heeft, dat de putten het niet bij konden houden, met die onweer erbij, toen was het binnenin nat, hè? Ik hoor wat. Losmaken. Hé? Wat een dikke je. Ja. Even losmaken voor jou, hè. Ja, meisje. Nou, kom eens kijken. Ga eens knikken. Ja. Of is het je te min? Dat kan ook nog wel. Is het je te min? Is het je te min? Ja. Is het je te min? Ze komt nou net van bovenaf, hè? Ze is de hele ochtend nog niet beneden geweest. Nee. Het is al middag. Ik zag haar net dat ik er terugkwam met Rijken, zag ik er boven op de vensterbank nog liggen. Kwam ik op de kop hier een beetje bovenuit. Hé, hey, Maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer even retour. Ik heb de huishoudelijke zorg gehad. Weer een vervanging van Rebecca. Kom dan nog één keer. Dat wordt woensdag. Rond een uur of 12 weer. Ja, ze heeft gedaan wat ze kon doen, maar ze was ook wat langzaam. Wel ook een lief ding, maar ook langzaam. Dat mijn deur is eindelijk gemaakt, geen nieuwe, maar geen kieren meer. Ik heb hem helemaal opnieuw eigenlijk opgehangen, want de scharnieren die zaten niet goed. Het slot zat niet goed, dus hij is aan weerskanten bezig geweest. De slagpennen die zaten niet goed, dat klemde allemaal. Ja, die deur die hing er heel raar in. Dus ik heb niet voor Jan met korte achternaam zitten te klagen als weet ik veel. Maar het was. Hij zei ook, hij zegt, u kan er niks aan doen. En hij zegt, het had al lang al gedaan kunnen zijn. Dus ja,
Waarom de anderen dat nooit niet hebben gedaan, niet hebben gezien, of wat dan ook, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik hoop dat hij nou goed is en goed blijft. Er zit geen keer meer tussen. Dus er kan niet meer inregenen met die hoogstbuien. Kijk, met kleine normale regenbuien, daar had ik er geen last van. Maar nu de wind, als de wind erop staat en zo'n regenbui hebben gehad zoals vorige week, of ik weet zo uit mijn hoofd niet meer wanneer, maar dat het zo erg spoelde, dat de straten omliepen, dat de putten het niet meer vol konden werken, toen was het daar bij mij nat. En zoals, dat hadden we vorig jaar hebben we ook zo'n storm gehad, terwijl het prachtig mooi weer was, maar het was daar helemaal, s'morgens had Rebecca toen schoongemaakt. En s'middags legde gewoon weer zand. Ja, hallo? Terwijl die deur dicht was vanwege die storm. Heel raar, maar ik kon alles weer zuigen. Ja? Nou, en ik hoop dat dat nou ook over is gelijk. Maar we zullen het beleven, we zullen het zien. Ik heb nou het tuigje van Rijka weer om, dus ik ga Rijka intuigen en dan gaan we weer aan de wandel. Dan wordt het weer eten. Ook heb ik, ja, alle foto's van foto's, de filmpjes van vorige week, of de hele week heen, heb ik weer in mappen gedaan. Dat staat weer in mappen. En, ja, ja, dat, wordt weer een video. Hij duurt nou langer omdat we hem nou ergens anders inzetten. Maar nog 70% te gaan. Nou, en ik ga gewoon aan de wandel. Hij is al een tijdje bezig nu. En als hij terug is, misschien is hij dan klaar en zo niet. Nee, dan loopt hij nog wel verder. Maar dan kan hij straks nog naar YouTube weer. Ja, simpel. En ik heb een plaatje gemaakt, vannacht eigenlijk al. En ik heb nog even een plaatje erbij gemaakt in opdracht van. Dus ja, komt allemaal goed. Dus, en ik wil proberen, want morgen, ik heb wat besteld voor morgen. Ja, komt morgen al aan, enkel hoe laat weet ik nog niet. Maar ik heb een externe harde schijf besteld. Dit is er ook één. Deze is van mijn mannetje, maar wat we erop wouden zetten, dat wou niet eens, dus het is een kleintje. Ja, hoeveel weet ik niet, dat weet ik ook niet waar dat moet staan. Hoe en wat, het is ook allemaal zo lekker klein. Jeetje Maria. Nou, ik zal er eens even een filmpje van maken. Wat het allemaal is. En misschien dat ze daar in Den Haag eruit kunnen komen. Ja, HP Personal Media eruit. Nou, dat is de goede, een HP. Maar ja, wat het allemaal betekent. DC, oh, dat is van de voltage, HD en allemaal vier nulletjes. Nou, ik snap er niks niet van, nee. Maar ja, ik heb er eentje bij besteld en daar kan ik meer op kwijt. En daar kon niet eens niet een map met oude vlogs erop. En er waren maar een paar vlogs. Omdat ik de rest al eigenlijk weg had gegooid, wat niet had gemoeten. Maar dat was om ruimte te creëren op mijn computer. Nou ja. Maar in ieder geval, komt goed. Ik ga proberen vanavond sowieso eventjes oude plaatjes, stilstaande plaatjes, wat daarop te krijgen. Misschien dat dat wel wil. Maar niet geschoten is altijd mis. Ja toch? Ze zeggen, tot later lieve vrienden. Doei! Ja, daar was ons dolfijntje weer. Daar was ze weer. Daar was ze weer. Daar was ze weer. Of hij, ik weet niet wat het is. Kijk, en ook zwemmen. Ja. En dus is hij weg. Als ze rustig zijn, komt ze naar boven. Ja. Maar ik zie die kring van haar. Ja, ja, ja. Ze gaat een beetje richting de wal daar. Ja. Blijf. En nou is de vraag, waar komt ze dan weer omhoog, hè? Ja.
Waarom noemen we nou een zeehondje een ze? Ik zeg, waarom noemen we nou een zeehondje een ze? Oftewel een zij. Maar ik heb er weer. Ja, geweldig. Lieve vrienden, dan gaan we weer naar huis. Ja, want dat duurt alweer een tijdje. Ze is nou weer naar beneden, ja. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds avond en nog steeds wel op 10 augustus. Ja, ja. De tijd houdt geen schoft als je stil zit, maar we hebben al gegeten, et cetera, alles gedaan. Enkel de video heeft heel lang werk, omdat we hem nou geprobeerd hebben om op een andere manier te uploaden. Dus ja, dat heeft een beetje meer tijd nodig allemaal. Dus ja, ik denk dat ik dat ook niet meer doe. Ik weet het niet, maar het duurt wel heel erg lang. Ja, de HD-versie verwerken is hier nou mee bezig, maar de SD is voltooid. Dus ja, we wachten tot het maar klaar is. En dan zien we het wel weer. Ja, toch? Maar het komt goed hoor. Ja, ik ga zo meteen Good Doctor kijken. Ja, dat begint nou alweer. Het begint nu. Dus ja, dat vind ik altijd heel mooi om naar te kijken. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En voor later op de avond natuurlijk lekker slapen. Maar nog even één ding voor het slapen gaan. Ik heb vandaag het dolfijntje vanavond weer gespot. Het dolfijntje, zeehondje. Hier weer in de gracht. Staat op mijn andere mobiel. Die breng ik vanavond, nog als ik het niet vergeet, naar de computer. Met de datum van vandaag erbij, uiteraard. En ja, hartstikke leuk. Geweldig gewoon. Ja, ik ben er helemaal toppie blij mee. Nou, oké, ik zou zeggen, voor later op de avond, welterusten. Slaap lekker met de mooiste dromen. En natuurlijk gezond uit je bed zien te komen. En ik hoop dat natuurlijk weer, dat we mooi weer hebben. Maar het mag ook wel ietsje minder heet. Ja. Maar dat merken we morgen wel weer. Hou het nieuws in de gaten. Hou ook het nieuws over de stranden in de gaten. Of vanwege het mui. Het is gevaarlijk. Dus houd het in de gaten. Ga er niet in als het niet mag. Blijf aan de kant. Zeggen tot morgen. Doeg!